Welkom bij deze nieuwe video. Ik denk dat ik echt de allerlaatste ben die de serie Euphoria heeft gezien. Wie heeft het allemaal gezien? Let me know beneden in de reacties. Het was al jaren een hype in Amerika, maar het was helaas niet te zien hier bij ons, behalve op een of andere illegale manier of zo. Dus heel seizoen 1 konden wij hier toen helemaal niet zien. Toen kwam seizoen 2 en toen kwam ineens HBO hier available bij ons. En toen zag ik daar Euphoria op staan met seizoen 1 en 2, dus ben ik het helemaal gaan kijken. Het is nou al wel een aantal maanden geleden dat ik het heb gezien. Maar toen ik het zag, ik dacht, ja, ik moet gewoon ook een van deze looks namaken. Ik ben ook weer echt een van de laatste, maar I don't care. Ik wil het ook op zijn minst 1 keer hebben gedaan. Dus vandaag was het tijd. Ik dacht vandaag, ik weet niet wat voor video ik ga maken vandaag. En toen kwam er gewoon een pop-up in mijn hoofd van Euphoria. Dus ik ga een look maken van Maddie. Maddie was echt mijn favoriete karakter in die hele serie. Haar looks zijn echt amazing. Ik ga vandaag deze look hier namaken. Ik ga het jullie zo laten zien. Ik heb ook mijn haren zoals haar gedaan. Ik vind zo 2 plukken zo voor op mij nooit zo mooi, want ik vind mijn haar te lang. Het is mooi als je pluk zo hier zo stopt, maar ik ga echt niet mijn haar knippen. Dus ik dacht, ik ga vandaag een van haar leuke looks namaken en I can't wait. Dus dat is wat we vandaag gaan doen. Vind je het nu al leuk? Vergeet dan niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze video. Oké, dit is dan de look die ik vandaag ga namaken. Ze heeft echt een heleboel prachtige looks en dit was er gewoon eentje van. Ik heb dus mijn haren precies gedaan als hoe zij het op de foto heeft. Ook zo'n zwart shirtje. En ik heb nog helemaal niks gedaan met mijn gezicht. Ik heb niet eens mijn wenkjes gedaan. Ik heb letterlijk alleen maar dagcreme op en that's it. Dus ik ga haar hele make-up look namaken. Dus niet alleen de ogen, maar ook echt gewoon de hele gezichtsmake-up. Wat me echt opviel aan hun make-up looks was de ogen zijn echt heel heftig. Vooral heel veel steentjes, heftige kleuren, gewoon een hele heftige looks. Maar qua gezichtsmake-up en wenkbrauwen is het allemaal heel natuurlijk. Hun wenkbrauwen lijken basically gewoon niet gedaan. Hun gezicht lijkt alsof er gewoon alleen maar concealer op zit en that's it. Ze hebben wel altijd hele mooie lipkleuren, meestal wel nude, maar je ziet wel echt een lipstick en een lippotloodje. Dus dat viel me echt op. Ogen, lippen zijn heftig, gezichtsmake-up is natuurlijk. Dus dat ga ik vandaag ook doen. Ik heb de Instagram gevonden van de make-up artist van de show. Dit is haar Instagram en hier plaatst zij ook allemaal foto's van al die make-up looks op. Inclusief de look dus die ik vandaag ga maken. Die heb ik ook gevonden op haar Instagram. En dit is dan de look op haar Instagram. En dan hieronder in de beschrijving heeft ze ook geplaatst wat ze allemaal heeft gebruikt. Niet allemaal en ze zet ook niet precies wat ze heeft gebruikt. Ze zet niet erbij welke kleur of wat dan ook. Dat vind ik wel jammer, want dan had ik het gewoon precies na kunnen maken. Maar goed, er staat wel ongeveer bij wat ze allemaal heeft gebruikt. Ik ga beginnen met de wenkbrauwen. Ze heeft voor de wenkbrauwen als het goed is alleen maar brow gel gebruikt van Glossier. Dat is hier niet te koop. Dus ik ga dat ook doen. Ik ga in met mijn NYX Cosmetics Brow Glue. Deze is echt geweldig. Deze gebruik ik echt elke dag. Zij heeft wel wat meer wenkbrauwhaartjes dan ik, maar ik ga het toch gewoon doen op haar manier. En dan gewoon een beetje gel door mijn wenkbrauwen doen. Ik heb er zo'n hekel aan als ik niet gewoon mijn wenkbrauwen normaal kan doen, want ik vind dit dus gewoon echt niet mooi. Ik ga nog wel in met mijn NYX Lift and Snatch Brow Pen in de kleur black. En dan ga ik toch nog een klein beetje wat haartjes bij tekenen. Oké, niet te veel, want het moet er nog wel echt uitzien alsof ik er niks mee heb gedaan, want zo is het bij haar op de foto ook. Ik heb het gewoon een beetje gevuld bij de staart, want daar had ik echt helemaal niks gewoon. Wow, ik heb mijn wenkjes nog nooit zo natuurlijk gehad. Ik ga stuk. Oké, dan gaan we beginnen met het gezicht. Ik ga mijn gezicht primen. Ik ga mijn gezicht primen met een olie, mijn pixie olie. Dan foundation. Ze heeft staan dat ze de Luminous Silk Foundation van Armani heeft gebruikt. Die heb ik niet, maar ik heb wel een goede dupe. En dat is de NYX Born to Glow Foundation. Die lijkt heel veel op die, want die is ook heel glanzend. Ik heb hem in de kleur Neutral Buff. Dus deze gaat over mijn hele gezicht. Ik breng niet al te veel aan, want ja, het moet allemaal wel een beetje natuurlijk blijven. Ik ben zo benieuwd wie allemaal Euphoria heeft gezien en wat jullie ervan vonden. Het is een hele hype. De meeste mensen vinden het echt fantastisch. Ik vind het niet per se de hype waard. Het is letterlijk gewoon een groepje tieners die gewoon alles doen wat je gewoon niet mag doen. Allemaal drugs, veel webcam dingen, gewoon alles gewoon wat je gewoon niet moet doen. Geweld. Dus ik vond het wel een beetje veel. Ik vond het ook niet heel realistisch. Hier leek het echt alsof gewoon een hele school dat allemaal doet. Terwijl in het echt is het altijd maar een select groepje die dat soort dingen doet. Dus ik vond het wel een beetje een onrealistisch beeld. Maar voor de rest vond ik het wel leuk. Want ik vond het wel spannend. En er waren heel veel verhaallijnen. Mijn fave is dus Maddie. Laat mij weten wie jullie fave is. Maar zij is echt alleen maar mijn fave door alle make-up en alle kleding en zo. Ik vind het echt super duper leuk. Alsof iemand met die kleding op school rondloopt. Dat is echt helemaal niet een ding. Er staat niet bij welke concealer ze heeft gebruikt. Dus ik ga gewoon in met mijn Maybelline Superstay Concealer in de kleur 15.
Ik denk dat dit wel basically gewoon net als haar gezicht is. Dan ga ik het ook een beetje afpoederen, obvious. Het poeder gebruik ik deze van Makeup Studio in de kleur Natural Silk Perfection Poeder. En er is maar één kleur volgens mij. Deze kleur is ietsje donkerder dan de kleur die ik normaal gebruik. Maar dat doe ik expres, want ik wil het wat meer naturel houden, zeg maar. En dan een beetje fixing spray van Max & More van de Action om alles te hydrateren. Ik heb hier een droge plek, hier zo. Ik weet niet hoe die daar is beland. I hate it. Nou, normaal zou ik nu ook mijn neus contouren en mijn gezicht en zo, maar dat ga ik niet doen. Want dat heeft zij ook niet gedaan. Alles is echt heel naturel en basically is het eigenlijk gewoon dit. Dus ik hou het voor nu hierbij. Misschien ga ik nog wel straks een beetje bronzen, want ik zie hier wel een beetje bronzen bij haar. Maar dat is voor straks, want nu gaan we beginnen aan de ogen. De ogen zijn echt zilver, zwart, steentjes en echt heftig. Het is ook niet echt geblend of zo. Het is gewoon zo'n ronde, ja, rond halve rondje, zeg maar. Dus dat ga ik ook doen. Het paletje die ik ga gebruiken is het geweldige paletje van Milani. Hier heb ik ook een hele video over gemaakt. Die video is echt ideaal als je alles wilt zien over dit paletje. Want het is een volledig gezichtspaletje. Dus je hebt hier drie oogschaduw. Je hebt highlighter, bronzer, bronzer. Bronzer en blush en blush. Dus twee blushjes, één bronzer, één highlight en drie oogschaduwkleuren. Maar je kunt in principe ook gewoon alles als oogschaduw gebruiken. In die video heb ik hier ook een hele mooie look mee gemaakt. En vandaag ga ik hier dus weer een look mee maken. Want deze heeft de perfecte kleuren voor die look. Dus we gaan inzoomen op mijn gezicht. We zijn ingezoomd. Ik moet zeggen dat ik mijn wenkjes zo wel leuk vind eigenlijk. Vinden jullie niet? Het is helemaal niet zo lelijk als dat ik had verwacht. Ik hou ze echt nooit naturaal, maar ik vind het eigenlijk wel gewoon iets hebben zo. Ik ga gewoon beginnen met deze zwarte kleur hier. En dan ga ik beginnen met het maken van de shape, zeg maar. Het gaat zo rond, dus daarmee ga ik beginnen. De kwast die ik gebruik is Sueva 317. En dan met de platte kwast ga ik het inkleuren met het zwarte. Dan pak ik deze prachtige zilveren glanzende kleur in het midden. En daarmee ga ik dan gewoon de rest zo helemaal inkleuren. En ik maak mijn kwast nat met fixing spray, want dan wordt de kleur heftiger. Dit is op zich best wel gewoon een makkelijke look eigenlijk. Dan pak ik weer een beetje van het zwart, die matte zwarte kleur. En dan ga ik het zo hier inblenden met die glanzende kleur voor een mooi ombre effect. Oké, deze glanzende kleur is wel iets donkerder dan de kleur die zij heeft gebruikt. Die is iets lichter. Nou ja, whatever. Dan pak ik deze lichte matte vanillekleur. En die ga ik een beetje aanbrengen in de binnenste hoek om het wat lichter te maken. Dan ga ik die zwarte kleur ook een beetje aanbrengen op de onderste wimperrand. Maar echt alleen maar zo hier in de buitenste hoek. Dan ook een zwart oogpotloodje een beetje hier. Oké, dan zie ik in de post dat ze ook eyeliner heeft gebruikt van Chanel. Ik weet niet welke, want dat staat er verder niet bij. Ik weet ook niet of het een liquid is, een pen, een gel, I don't know. Maar er is inderdaad hier wel een zwarte lijn. Niet heel veel, maar gewoon een beetje. Dus dat ga ik ook doen. Ik pak mijn Maybelline eyeliner pen en daarmee ga ik een wing maken. Of ja, niet echt een wing, gewoon een lijn. Zo, en dan pak ik weer die zwarte oogschaduw en dan ga ik er overheen zodat het gewoon allemaal mooi in elkaar inblendt, zeg maar. Ik heb mijn oogschaduw wel iets heftiger gemaakt dan haar. Mijn is meer naar buiten, maar ja, dat is nu al gewoon gedaan. Ik wil nog iets meer zwart hier en dan is het eigenlijk wel gewoon klaar. Nou, dit is dan klaar. Dan is het nou tijd voor de steentjes. Ik heb deze. Deze zijn precies wat zij ook heeft gebruikt. En ze heeft er gewoon een aantal aangebracht op dit zwarte deel, dus dat ga ik ook gewoon doen. Steentjes zitten erop. Ik vind het echt heel leuk. Dit geeft een beetje vlinder vibes ofzo. Oké, dan mascara. Ik gebruik mijn Huda Beauty Legit Lashes Mascara. En ik gebruik allebei de kanten. Ik begin altijd met volume en dan de Curl & Lift. En dat was het dan. Ook helemaal geen nep wimpers of zo. Gewoon alleen maar een likje mascara. Ik vind dat zo raar. Voor mij, als ik een heftige ooglook maak, wil ik ook echt nep wimpers op. Want je echte wimpers vallen gewoon echt helemaal weg. Dat was ook echt iets wat mij opviel bij hun looks. Dat ze heftige looks maken, maar helemaal geen nep wimpers. Maar ja, dat is dus gewoon de look waar hun voor gaan. Letterlijk alles is naturel, behalve de oogschaduw. Dus ik laat het ook gewoon zo. Ik vind het zo raar om mij zo te zien met zo'n heftige look en de rest zo naturel. Echt heel raar. Oké, ze heeft niet geplaatst wat ze verder heeft gebruikt voor het gezicht. Maar ik zie echt duidelijk dat er echt wel een beetje bronzer zit. Wel heel naturel. Dus dat ga ik ook doen. Ik ga in met mijn Huda Beauty Glowish bronzer in de kleur 0310 Light. Dit is een hele mooie neutrale naturel bronzer.
Dan de lippen. Ze heeft een bruine nude lipstick. Er staat wel dat ze lippotloodje heeft gebruikt van MAC en lipsticks van Tarte en Anastasia. Maar ze heeft letterlijk niet geplaatst welke kleuren. Het was echt ideaal geweest als ze dat gewoon had gedaan. Het is wel een beetje bruinig. Het lippotloodje is echt donkerder dan de lipstick. De lipstick is best wel licht en het is er ook best wel naturel op gedaan. Dus ja, dat ga ik gewoon ook doen. Ik ga even met mijn fave lip combo van Anastasia Beverly Hills. Lippotloodje in de kleur Cool Brown. En zet een lipstick in de kleur Butterscotch. Dan zijn we nog niet klaar, want ik zie dat ze hier zo op haar haarlijn, deze lijn hier, ook steentjes heeft gedaan. Dus ik heb deze iets grotere dan die ik net heb gebruikt. Net heb ik deze gebruikt. Deze zijn wat kleiner, deze zijn wat groter. En die wil ik zo hier gaan aanbrengen. Bij haar lijkt het wel alsof ze gewoon zo'n strip heeft. Een strip met dit er allemaal zo op en dat ze gewoon die strip zo heeft opgeplakt. Dat zou wel makkelijker zijn geweest. Maar ja, dat heb ik niet, dus ik ga gewoon deze aanbrengen. Ik ga nu wel letterlijk in met lijm in mijn haar, maar ja, alles voor deze look, hè, jongens. Het begint echt helemaal al hiervoor. Oké, ik hoop dat het wel blijft plakken. Oké, dit is echt heel moeilijk, want het wil niet blijven omdat het zeg maar op mijn haar zit. Maar ik laat het gewoon hierbij, want ja, zo is het wel genoeg geweest. Beetje fixing spray van Il Makiage en dan zijn we klaar. Dit is dan de look. Wat vinden we ervan? Lijk ik op haar of niet? Is het goed gelukt of niet? Let me know wat jullie ervan vinden beneden in de reacties. Kijk, ik vind dat het best wel gewoon goed is gelukt. Vinden jullie van niet? Let me know. Ik ben zo benieuwd. Ik vind het niet echt de mooiste look, maar het is oké. Dit was weer iets heel anders dan wat ik normaal doe. Vooral omdat het zo naturel en heftig combinatie is ofzo. Wat ik wel mooi vind is de wenkies. Had ik niet verwacht. Maar ja, nogmaals, ik ben dus heel benieuwd naar jullie mening. En als jullie nog meer looks willen zien, let me know beneden in de reacties. Als je dit soort video's vaker wilt zien, laat het me dan gewoon weten. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog twee video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hier om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!